Een boek is een schuilplaats voor je hele leven. Het levensmotto van Yvonne Bril. Een zin die ze in elk boek schreef en waar heel wat meisjes steun uit hebben gehaald. Dat geldt ook voor Claudia Doek en haar dochter Eva uit Emmen. De afgelopen jaren raken ze bevriend met de schrijfster. Eigenlijk kan ik alleen maar aan haar denken met een lach op mijn gezicht. Het was een vrouw met heel veel humor. Een pittige vrouw. Soms dacht ik ook, oh jeetje, kun je dat wel zeggen? En met ontzettend veel energie. Als je zou zeggen, ze is 48, had ik het ook geloofd. Heel aardig. Ze schaamde zich ook bijna nergens voor. Als ze een idee had, voerde ze dat gewoon ook bijna altijd uit. De dood van Bril komt onverwachts. Af en toe dacht ik van, lieve schat, je bent 78 jaar, doe even rustig aan. Maar dat ging maar door. En dan appte ze me weer, zullen we dit doen, zullen we dat doen? En ik heb dit idee en ik heb dat idee. En het stond gewoon niet stil in haar hoofd. En zo iemand, niks was onmogelijk. Bril is vooral bekend van de boeken over het paardenmeisje Bianca. Mensen konden daarin in vluchten. Het bood een wereld die veilig was. Het ging over vriendschap. Begrip voor elkaar, over de natuur. En mensen konden zich ook identificeren met de hoofdpersoon, met Bianca. Iedereen kon Bianca zijn. Vriendschap tussen mensen, maar ook vriendschap tussen mensen en dieren. Liefde voor de natuur, liefde voor dieren. En ik denk dat het thema's zijn die je hele leven eigenlijk heel fijn maken. En het is mooi om dat terug te lezen. Naast de Bianca-serie zijn er meer boeken. Zo'n 150 in totaal. Het laatste boek dat Bril schreef is Davids Droom. Een kinderboek over een Joodse jongen die in de Tweede Wereldoorlog naar Auschwitz wordt gevoerd. Een boek dat ze met haar eigen Joodse achtergrond graag wilde schrijven. In oktober is er nog een signeersessie. Ook Claudia en Eva zijn daarbij. Lieve Eva, wat heerlijk dat je er was. Lichaam en troost op het leven. Maar de pen van Yvonne Bril schrijft niet meer. Het zat grotendeels allemaal in haar hoofd. Ze schreef alles nog met de hand. Dus het was wat dat betreft heel bijzonder. We hebben haar manuscripten die kwamen echt per hand en die moesten dan overgetypt worden nog. Maar voor zover ik weet in ieder geval heeft ze niets meer op papier gezet wat echt nog een boek kan worden. Dus Davids Droom was echt haar laatste.